middag alleszins. De zon schijnt, dus bedankt om hier wat tijd voor te maken. We gaan niet de herhaling doen van vorige keer. Misschien toch wel even de highlights aangeven. En dan gaan we over naar iets wat geavanceerder. Dus dat gaat toch wel enige aandacht vergen. Wat hebben we vorige keer gezegd? De klassieke multiples hebben we dan een beetje bekeken. De price earnings, price book, EBITDA multiples. Waarom? Omdat dat toch een manier is om eigenlijk op een relatief simpele manier een inschatting te kunnen krijgen van wat een bedrijf waard is voor u, want het is altijd heel specifiek. En dat natuurlijk goed in de tijd doortrekken. Ik denk dat de key takeaway van vorige keer was dat u zelf uw inschatting kan maken als u multiples, price earnings, price book en EBITDA naast elkaar legt. En dan een beetje kijkt naar groei, dan kan je toch al redelijk makkelijk wat interessante aandelen eruit halen. Of die dan ook bewaarheid worden in termen van koerswinst in de toekomst, dat hangt af van tijd en van natuurlijk uw juiste analyse. Want soms loopt het mis omdat een analist het mis heeft, omdat u het mis heeft, of omdat het bedrijf gewoon in een situatie komt dat het niet verwacht had. Wat gaan we vandaag doen? Het is een beetje een uitdaging voor ons, ben ik wel wat eerlijk in. In principe zou het wel fijn zijn moesten we van u allemaal volledige analisten maken, maar daar is de tijd misschien wat kort voor en mijn ervaring als professor ook. Maar goed, we gaan er toch een poging aan doen. Wat heb ik voor u meegebracht vandaag, dit webinar zelf? Ik heb ook een model meegebracht van in de tijd, toen ik nog analist was op Unit 4. Dat was een softwarebedrijf. En dat sluit een beetje aan, dacht ik, bij het kader van dit webinar, om ook effectief te laten zien hoe wij als analisten naar cashflows kijken. De bedoeling is om even te kijken naar balans, dat is heel kort. Dat is vooral omwille van liquiditeit, dat u soms ook in de gaten moet houden. Dan gaan we kijken naar de cashflow statement zelf, waarom dat belangrijk is. En waarom dat eigenlijk onterecht vaak vergeten wordt in veel van de commentaren. Zowel op de tijd van de schrijvende pers, zowel bij de analisten als soms ook wij. Daar is een goede reden voor, maar daar kan u als hoe zal ik zeggen, analist in wording toch wel wat mee doen. En dan eens kijken voor je eigen DCF-model te bouwen. Dat is allemaal niet zo makkelijk als het soms lijkt. Maar toch kan het makkelijker zijn dan u denkt. We eindigen met de tabel die we ook in ons klassieke webinar gebruiken. En een beetje de samenvatting van dit wat meer geavanceerde webinar. Kijk naar cashflows voor waardering. Want cashflows die zijn toch zo belangrijk. Dat kan u werkelijk niet onderschatten. Dat gaan we dus ook niet doen vandaag. Laat ons beginnen eerst en vooral bij de balans. Wat moet u daarom te houden? Kijk, al te vaak worden bedrijven door analisten ook, geef ik toe, gewoon getaxeerd op een EV-EBITDA-verhouding. Bijvoorbeeld 8 is minder dan 9 en dus goedkoop. Bijvoorbeeld de sector staat aan 6, mijn bedrijf staat aan 8, het zal dan wel duur zijn. De factor groei wordt daar vaak in vergeten. Maar, en vorige keer hebben we daar een paar vragen over gekregen, er is een groot verschil tussen bijvoorbeeld EBITDA, netto winst en liquiditeit. Want over liquiditeit gaat het. Liquiditeit bijvoorbeeld, ik neem u terug naar Nierstar niet zo lang geleden. Die zaten daar plots met een obligatie die ze moesten terugbetalen van 100 miljoen euro, als ik me niet vergis, of meer. En die moet wel betaald worden natuurlijk. Een bedrijf kan zeer mooie groei laten zien, kan hoge EBITDA-cijfers laten zien, en kan zelfs marges laten zien waar iedereen zijn broek van afvalt. Maar op het moment dat er moet betaald worden, een terugbetaling van een lening, een schuldherfinanciering, leverancier. En als dat geld er dan niet is, dan kan het bedrijf nog zo mooi zijn als het wil, kan het nog parelen in een woestijn zijn. Maar feit is dan dat het bedrijf geen waarde zal hebben, omdat het simpelweg failliet gaat, omdat het niet liquide is. Hier gaan we niet te lang bij stilstaan, maar ik wil dat zeker meegeven als u als iets of wat geavanceerd analist wil aan de slag gaan. Weet dat er zoiets bestaat als die twee ratio's die we meenemen in ons webinar, sorry, in onze website ook. U kan daar relatief makkelijk naartoe gaan door naar de financiële analyse te gaan van elk bedrijf. Dus u kiest een bedrijf, kiest hotspot en u gaat naar de financiële analyse en dan staat daar current en quick ratio. Zonder te veel details. Wat die ratio's doen, dat zijn liquiditeitsratio's. De gemakkelijkste is de current ratio, de beste is de quick ratio. Waarom? Kijk. Dit is de current ratio. Wat dat we doen, en dat u kan doen, is naar het balans kijken. En u telt daar gewoon op wat de vlottende activa zijn. Dat is een aparte post op de balans. Current assets of vlottende activa. En u deelt die door het vreemd vermogen, liefst op korte termijn. Wat dat wil zeggen is, u telt alle cash op, voorraden die u heeft. U telt misschien nog vorderingen op korte termijn op in een grote pot. Gedeeld dat door uw schulden die u moet terugbetalen op korte termijn. Et voilà, een cijfer moet minstens gelijk zijn aan 1. Dat wil zeggen, als morgen de wereld ineenstort, dat een bedrijf heel snel bepaalde activa te gelden kan maken,
Die staan aan de linkerkant van de balans, weet u nog wel, daar waar het geld gebruikt wordt. En dat dat geld, die cash, kan gebruikt worden om die schulden terug te betalen. Vergelijk het met uw huis. Als u eigenaar bent en u heeft nog een hypothecaire lening van 50.000 euro, daartegenover staat misschien 50.000 euro cash, dan is er geen probleem als u morgen moet terugbetalen. Maar als die 50.000 euro cash in een niet-liquide obligatie geïnvesteerd zit, is dat al wel een probleem. Daarom dat die tweede ratio wel belangrijk is. Ik kom op deze slide terug. Die tweede ratio is een asset ratio of een quick ratio, zo u wil. En wat doen we dan? Dan gaan we kijken hier van onder, dat is heel belangrijk. Dan kijken we naar de vorderingen die op ten hoogste 1 jaar zijn, dus die we echt kan terugkrijgen. Plus cash, plus liquide en dan schulden ten hoogste van 1 jaar. Het verschil met de vorige is, dan kijken we wat in een grote pot. Hier gaan we al de pot een beetje uitfilteren voor de goede liquiditeit. Met andere woorden, die obligatie waar ik er straks van sprak in die hypothecaire lening, wel, u kan die misschien wel terugbetalen, maar u kan die maar terugbetalen aan misschien de helft van de prijs. Dan moeten we daarmee rekening houden. Als analist, meestal, en als goed volleerd belegger, is het wel belangrijk om te weten of een bedrijf genoeg middelen heeft, niet te veel schulden op korte termijn, zodat die kan terugbetaald worden. Maar, en dan ga ik een klein beetje terug naar de vorige slide, door de band genomen moet het 1 zijn of meer, met andere woorden dat je genoeg activa hebt ten opzichte van schuld. Maar wat je natuurlijk wel wat moet voor oppassen, stel dat u een ratio heeft van 5, u heeft 5 keer zoveel cash als schulden, dat is fantastisch natuurlijk, maar dat wil misschien ook zeggen dat je te veel cash op je balans hebt staan, of te weinig schulden. En zie daar de verklaring waarom sommige bedrijven graag schulden aangaan. Het is niet slecht om schulden te hebben. Het is wel slecht om meer schulden te hebben dan bijvoorbeeld liquide middelen, omdat dat potentieel een probleem kan zijn. Hou er ook rekening mee dat niet elk bedrijfsmodel even gevoelig is aan schommelingen. Ik denk bijvoorbeeld aan een Telenet. Telenet heeft gigantische hoeveelheid cashflows, elke maand voorspelbaar. En daartegenover staan ook wel een pak schulden. Die schulden zullen kunnen terugbetaald worden, omdat er veel cashflows is elke dag weer. Ik geef dat mee, ik ga daar niet verder op in, maar ik daag u wel uit, als u naar een bedrijf kijkt, wat dat dan ook mag zijn, kijkt u ook heel kort even naar die balans en probeer, maar dat gaat u enkel in het jaarverslag vinden, probeer ook te weten te komen wanneer die schulden moeten terugbetaald worden. Dat is de boodschap die ik wou geven bij het balanslezen. Zoek even in het jaarverslag, er staat altijd een overzicht van de terugbetalingstermijnen. Als een bedrijf 100.000 euro schuld heeft en ook 100.000 euro cash, is er door de band genomen geen probleem. Maar als die 100.000 euro cash morgen moet terugbetaald worden, maar echt morgen, ja, dan heb je waarschijnlijk wel een probleem, want niemand kan dan geraken. Dus dan moet je eigenlijk al naar de bank gaan voor een korte termijn financiering. Maar iedereen weet, als je naar de bank moet gaan, dan zijn je meestal in een zwakke positie. Niet altijd, maar dat wil toch wel zeggen een risico. En elk risico wordt door u natuurlijk terecht verdisconteerd. Met andere woorden, hoe meer risico, hoe lager de aandelenkoers. Hoe lager de aandelenkoers, hoe minder gelukkig u of uw vrouw bent. Wat telt bij balanslezen, kijk eventjes op Bolero, quick ratio, current ratio. Die moeten liefst 1 zijn of meer. Staat het eronder, geen probleem. Is het erboven, ook geen probleem. Maar weet gewoon, dat is een redelijk belangrijke indicator. Als je een beetje gaat kijken naar de echte harde cijfers van een balans, dan zie je toch dat je daar wel mee moet rekening houden. Wou ik zeker even meegeven, in de opbouw naar cashflows. Als er trouwens vragen zijn, by the way, schiet die door. Ik heb hier een mooi schermpje staan die u toelaat om een vraag te stellen als u iets niet goed begrijpt of ik ga wat snel, dat ik of het kan uitleggen of wat trager ga. We gaan over naar de leuke dingen. Cashflow statements. Ik weet niet of er veel kijkers aanwezig zijn die onze presentatie hebben bijgewoond of ons webinar, maar ik hamer daar heel graag op. Ook bij onze stockpick selecties kijk ik liefst heel hard naar cashflows, soms ook naar het moment, maar cashflows, cashflows, cashflows. Want als er één ding is dat u niet moet vergeten, u wil als belegger verlies vermijden, eerder dan winst maken. Hoe kan u verlies vermijden? Bijvoorbeeld door zeker te zijn dat de cashflows, dat in de toekomst, dat die er ook effectief gaan liggen. Als u een appartement verhuurt, wilt u graag dat er elke maand een deel van de cash terug naar u vloeit. Dat is met aandelen niet anders. Natuurlijk, hoe gaan we die doen? Ik vond het vorige keer een heel interessante vraag die ik kreeg van een klant. Wat is nu het verschil tussen EBITDA en cashflows? Daar kom ik direct op terug. Er is een groot verschil en toch rijmen beide termen een klein beetje op elkaar. Wat we hier zien is een volleerd analist met 3 schermen waarop mooie cijfertjes en grafieken te zien zijn. Ik wil dat even aanhalen om te zeggen dat er ook bij de analisten grossieren we soms al in sloganesk taalgebruik. En dit vond ik wel een hele mooie. Profits are an opinion, cashflow is a fact. Kijkt u in dit geavanceerd webinar zeker niet naar netto winst. Dat heeft niet heel veel waarde, want netto winst, daar gaat heel veel van af of komt er heel veel bij dat niet noodzakelijk de gezondheid van een bedrijf reflecteert. It's an opinion, cashflow is a fact. Of sales is vanity, profit is sanity, cashflow is reality, cash is reality. Met andere woorden,
en ik quoteer hier graag Luc Bertrand, die op de analistenmeeting van Akkermans eens antwoordde naar een analist. En die analist had gevraagd van, kijk ja, het is zo goedkoop, het geld, waarom leent u niet meer? Waarop Luc Bertrand zegt, ja, dat is natuurlijk wel waar, wij kunnen dat doen. Maar vergeet niet dat de lening van 1%, 2% of 5%, die moeten allemaal wel terugbetaald worden. Ik ga zeker lenen als ik zeker weet dat ik het kan terugbetalen. Met andere woorden, wat hij daar zegt, is van, als mijn cashflows juist zitten en voorspelbaar zitten, doe ik het en anders niet. De slides kun je achteraf absoluut terug bekijken, beste meneer De Kempeneer. U kan dat altijd, zoals vorige keer ook, naar info@bolero.be sturen of sales@bolero.be. En dan sturen wij die u manueel door. Normaal gezien komen ze ook op de website waar u ze ook kan downloaden. Dus als u eens iets niet kan lezen, geen probleem. Ik heb soms wat veel tekst meegenomen om u dat nadien te laten lezen. EBITDA tegenover cashflows. Heel belangrijk. Heel moeilijk gegeven. Samengevat, EBITDA, dat is een simpel cijfer. Dat is een beetje cashflow for dummies. Ik rond daarmee een paar hoeken af, maar EBITDA vindt u overal terug. Ongeveer elk industrieel bedrijf genereert een EBITDA-cijfer. Dat staat in het kwartaalrapport, staat in het halfjaarrapport, vaak in tussentijdsrapporten. Daar wordt mee geschermd op meetings en op presentaties. EBITDA is simpel, maar EBITDA is geen cashflow. EBITDA, zoals ik zeg, dat is eigenlijk de bedrijfswinst zonder vooral de D's en vooral die kapitaalsinvesteringen. Wat zijn kapitaalsinvesteringen? Investeringen bijvoorbeeld in een nieuw productieapparaat. Investeringen in meubilair, een wagenpark. Investeringen in, kan van alles zijn, kapitaalsinvesteringen. Iets dat u cash kost en u krijgt er activa voor in de plaats. Dat staat niet in EBITDA. Een bedrijf, met andere woorden, kan 10 miljoen EBITDA maken, maar kan in datzelfde jaar 20 miljoen euro investeren, bijvoorbeeld in een nieuwe boot, zoals Demet dat bijvoorbeeld doet. Dan heb je eigenlijk wel 10 miljoen EBITDA, met andere woorden, het resultaat van jouw bedrijf te runnen. Het brengt 10 miljoen operationele winst op, bedrijfswinst, maar ondertussen heb je wel 20 miljoen moeten betalen. Dus je cashflows gaan negatief zijn, maar je EBITDA positief. Om maar te schetsen wat het verschil is tussen de twee. Wil dat zeggen dat EBITDA geen waarde heeft? Nee, 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 integendeel. De kasstroom, dat is namelijk een cijfer dat u moet berekenen. Dat is eigenlijk door iedereen anders in te schatten. Er is niet zoiets als de juiste kasstroom. De ene vindt bijvoorbeeld dat je taksen al moet meerekenen, de andere niet. De ene vindt dat je bijvoorbeeld bepaalde uitgaven die recurrent zijn in kapitaalsinvestering, bijvoorbeeld u moet elk jaar een nieuwe auto kopen in uw wagenpark, dan is dat eigenlijk een recurrente uitgave. En moet dat dan meegenomen worden in kosten en afgetrokken worden van EBITDA of via cashflow? Het is altijd een beetje moeilijk schipperen. We gaan eigenlijk nu crescendo naar een complexe manier van het voor te stellen om heel simpel te eindigen. Dus moest ik u kwijt zijn, niet te veel panikeren. EBITDA, kort gezegd, gebruik ik absoluut om bedrijven gemakkelijk te vergelijken in de sector of met andere soorten sectoren. EBITDA is een simpel cijfer. Cashflow, dat gebruik ik om een waardering te doen. De cashflow, dat is een waardering van één bedrijf. Dat is het grote verschil. Wij zitten hier vandaag om een bedrijf te waarderen op basis van cashflows. Dus we gaan ook naar die kasstroom kijken. Een belangrijk verschil is dit. Kasstroom is al de cashflows die stromen, letterlijk. Met andere woorden, wat komt er binnen, wat gaat er buiten. De vrije kasstroom is eigenlijk het kapitaal dat ik overhoud na mijn kapitaalinvestering. Ook daar verschillen de definities soms. Niet iedereen vindt dat dit of dat moet meegenomen worden. Maar wat telt is van al mijn cash komt binnen en ik moet sowieso investeren. De vrije cashflow. Waarom is die vrije cashflow bijvoorbeeld heel belangrijk? Ja, kijk, u kan bijvoorbeeld als bedrijf opteren van weet je, ik moet inderdaad dit jaar wel een nieuwe boot kopen. Omdat ik mijn park moet vernieuwen, omdat ik anders niet mee kan dingen in nieuwe contracten. Maar ik zou ook kunnen zeggen, ik doe dat niet. Ik ga mijn cash gewoon bijhouden. Ik ga niet investeren. Dan hypothekeer je natuurlijk wel de toekomstige groei. Maar dan hou je wel de cash bij. En dat is het risico nemen van een bedrijf. Dat is waar het ondernemerschap telt. Wij kijken naar kasstroom en vrije kasstroom. We gaan een beetje verder. Dit is wat de theorie. Alle cashflows die binnenkomen, met andere woorden, je hebt de omzet. Je verkoopprijs, maal het aantal goederen die u verkoopt of diensten. Daar telt u lonen vanaf, de gewone operationele kasstroom. En dan krijg je eigenlijk wat we noemen bedrijfscashflows. Die gaan eigenlijk onderverdeeld worden in operationele activiteiten, investeringen en financiering. Operationeel voornamelijk koop ik meer voorraden, bouw ik voorraden op, investeer ik in een nieuw wagenpark, dat soort dingen. Sorry, het wagenpark niet, het wagenpark zit hier. Dit is alles wat operationeel is om mijn bedrijf te runnen.
kapitaalsinvestering. Investering is, koop ik een nieuw wagenpark, koop ik nieuwe gebouwen, investeer ik echt. Leg ik geld op tafel voor de groei in de toekomst te verzekeren. En financiering is, kan bijvoorbeeld zijn, betaal ik mijn leningen terug of ga ik leningen aan. Dit zijn veel meer uw bedrijf die hier draait en dit zijn veel meer keuzes die u maakt. En die keuzes zijn natuurlijk belangrijk. Ik geef graag mee dan, hoe gaat zo'n analistenmeeting bij de analisten soms? Dan praten wij niet over netto-winst, praten wij niet over de marge op netto-winst. Waar we veel over praten is bijvoorbeeld, hoeveel kapitaal wil u investeren? Hetzelfde als vorig jaar, meer of minder, 10% van de omzet, 20%. Hoe ziet het met uw visie op financiering? U heeft veel cash, maar gaat u die terugbetalen of houdt u die op de balans staan? Dat soort vragen stellen wij als analisten in zo'n analistenmeeting. Ik heb het even meegegeven. Dit is de Van Beekaart, het jaarrapport van Beekaart, om het even heel concreet te maken. Dit zijn zo'n kaststroomoverzichten om te zeggen, u kan dat echt heel makkelijk vinden. Tik in gewoon Beekaart Investor Relations of Sioen Annual Report of AB InBev Jaarverslag. Dat maakt niet uit, dan gaat dan naar het kaststroomoverzicht. Wat u hier ziet, en misschien ga ik daar zobiet, ik ga daar zobiet dieper op in. We vertrekken vanuit een bepaald cijfer, dat leg ik dadelijk uit. En dan kom ik hier tot wat wij noemen kaststromen uit bedrijfsactiviteiten. Vorige slide, kijk, deze hier, operationele activiteiten. Bij Beekaart in 2015 heeft 186 miljoen euro verdiend. Sorry, 186 miljoen euro cashflow gekregen omwille van het bedrijf dat het voert. Met andere woorden, Beekaart levert door te doen wat het doet, 186 miljoen euro cashflow op. Cashflow, kaststroom. Geen EBITDA, dat is een ander cijfer, kaststroom. Daarvan gaat bijvoorbeeld 225 miljoen euro de deur uit omwille van financiering, sorry, van investering. En u ziet dan vooral hier, en ik heb het hier aangeduid, de investering in materiële vaste activen. Dit zijn de CAPEX, de kapitaalsinvesteringen. Met andere woorden, investering in het productieapparaat, waar dan ook, wat dan ook, om te groeien, om te vernieuwen, wat dan ook. Deze is een heel belangrijk cijfer. Onthoud dat goed, daar gaan we straks mee geven. Vraag dat aan de bedrijven waar u mee praat. Hoeveel gaat u investeren? Hoe moet ik dat inschatten naar de toekomst? Dat is een heel normale vraag. Zo werken wij ook. 186 miljoen euro kaststroom komt er binnen. 225 miljoen gaat eruit. Onder meer, hier ziet u ook 100 miljoen staan door nieuwe bedrijfscombinaties. En dan ziet u, dat moet gefinancierd. Wat heeft Beekaart gedaan? En er heeft hier allemaal cijfers staan. Rente, betaalde rente, inkomsten, aflossingen, enzovoort, enzovoort. Het heeft bijvoorbeeld nieuwe rentedragende schulden op één jaar opgehaald. Met andere woorden, heeft 90 miljoen euro in principe opgehaald via de banken. Dat is geen kapitaalverhoging, dat is gewoon financiering. Daarvoor dienen banken liquiditeit verschaffen. En dat is ook wat ze doen. 186 miljoen, min 225 miljoen, plus 90 miljoen, zorgt er eigenlijk voor dat Beekaart in 2015 ongeveer 50 miljoen euro kaststromen heeft gerealiseerd, netto. Met andere woorden, de balans is aangedikt, de schulden ook, maar de balans ook. Nu, hoe gaan we dat doen? Kijk bijvoorbeeld, wat u wil weten is vrij kaststroom. Ik heb rap iets anders opgezocht, dat is gewoon een bedrijf, Woodward, op de US, zo geplukt van Free Edgar. Dat is een gratis databank voor jaarverslagen mee te nemen. U ziet daar bijvoorbeeld staan hoe zij het rapporteren. Kijk, EBITDA, free cashflow en leverage. Wat zij bijvoorbeeld doen, en dat is waar ik de brug maak. Zij geven zelf aan hoeveel de free cashflow bedraagt in dit kwartaal. Het gaat over het eerste kwartaal 2013. Bedragen zijn vrije cashflow van 10 miljoen. Daar gaan we subiet mee werken. Kijk, dit is de EBITDA. Dit bedrijf, en daarmee kom ik terug op die EBITDA en cashflows. Dit bedrijf genereert een EBITDA van $62,9 miljoen. In 2013, sorry, in het eerste kwartaal 2013. Ongeveer hetzelfde als een jaar eerder, dus op zich niet veel groei. Maar vorig jaar, in 2012, genereerde het bedrijf wel een negatieve vrije cashstroom. Het moest dus geld toesteken. Min $14,9 miljoen. Dit kwartaal, 2013, wordt er een vrije cashstroom van $10 miljoen. Ik vond dat een heel mooi voorbeeld om u aan te tonen. Ja, EBITDA, no issues, geen probleem. Maar hier, een jaar geleden, was er wel een negatieve vrije cashflow. Waarom dat is, dat weet ik niet. Dat kan perfect zijn omdat daar investeringen gebeuren die moeten gebeuren of wat dan ook. Dat is wel heel belangrijk voor je aan te geven. Waarom kijk ik naar cashflow? Dit cijfer interesseert mij. Dus laat ons dat eens gemakkelijk maken. Zij dit cijfer, ik heb er een mooie pijl bij gezet. Laat ons dat eens makkelijk maken. Ik denk, en ik ga even door. Ik wil hier nog iets over zeggen. Hoe kan u dat als klant inschatten, als belegger? Dat is niet zo heel evident. Wat u best doet is, en ik ga even terug naar vorige resultaten. Kijk, hier, Beekaart. U kan het op verschillende manieren doen.
Nee, ik ga toch hier bij. Sorry hoor daarvoor. Kijk, ik ga hier naar kijken. Dit bolletje. Wat u bijvoorbeeld kan doen, u neemt de netto-winst van een bedrijf, als u zin hebt om daarmee te spelen, en u telt daarbij de afschrijving en amortisatiekosten. Afschrijvingen, vroeg iemand mij daar straks, wat zijn dat? Afschrijvingen zijn heel simpel. Een bedrijf koopt bijvoorbeeld een apparaat om flessen te produceren voor 100 miljoen euro. Stevig apparaat, maar kom. Elk jaar wordt dat 10 miljoen euro minder waard, omdat geschat wordt dat het apparaat na 10 jaar waardeloos wordt. Dat wil zeggen dat je 10 miljoen euro afschrijvingen krijgt. Als u dat gaat kijken, EBITDA van 10 miljoen, en er zijn afschrijvingen van 10 miljoen, wat houdt u dan nog over, zonder rekening te houden met interestkosten en taxaties? Nul. U krijgt wel 10 miljoen binnen, maar er gaan 10 miljoen buiten, dus u heeft nul netto winst. Maar dat is natuurlijk niet zo. Waarom houden wij van Sioen bijvoorbeeld? Wel, Sioen heeft in het verleden zeer veel geïnvesteerd en heeft zeer veel afschrijving nog altijd. Dus u heeft een netto winst en u ziet dat op een bedrijf staan, op een presentatie staan, in het persbericht of op de tijd van een aantal miljoen euro's. Maar u weet, als goed belegger, omdat u heeft gekeken naar de samenstelling van die dingen, u weet dat daar afschrijvingen in zitten. En die vertekenen het beeld altijd, dus tel die erbij. Netto winst plus afschrijving is heel simpel en dan kom je eigenlijk al tot een cijfer dat al veel meer in de buurt komt. Hoe kan je dat ook doen? U kan natuurlijk te beginnen van EBITDA of EBIT, zo u wilt. Bij EBIT moet u de afschrijving bijtellen, bij EBITDA kan u standaard beginnen. Waarom zeg ik dat? Als u wilt weten wat een cashflow is van uw bedrijf, begin bij EBITDA, dat is meestal het gemakkelijkste, en tel daarvoor werkkapitaal af. Hoe weet u wat het werkkapitaal is hier? U kan het niet één op één afleiden uit de balansen, hoor. Maar u weet bijvoorbeeld hier ongeveer wel wat de bedrijfskomens zijn, wat de voorraden zijn. Werkkapitaal is alles wat investeren is in voorraad, bijvoorbeeld hier. Investering in materiële vaste activen, dat is al duidelijk Hier bijvoorbeeld, kijk, werkkapitalen zie je hier staan, hè. 54 miljoen euro werkkapitaal, andere bedrijfstromen 20 miljoen euro. Het werkkapitaal, ruwweg genomen ingeschat, is ongeveer 70 miljoen euro. Sowieso. Dus dat telt u erbij. En u ziet het, hier vertrekken van EBIT. We tellen daar de afschrijvingen bij, zie je het? 170 miljoen EBIT, 190 miljoen afschrijvingen, min het werkkapitaal, komt je inderdaad op ongeveer 170 miljoen euro. Een zeer simpele manier om het te berekenen. En dat kan je doen voor alle bedrijven. Ik gebruik cashflows voor een bedrijf te analyseren, maar ik gebruik inderdaad EBITDA's om te komen. Wie heeft de hoogste marges? Is dat structureel? Wie heeft daarnaast ook nog eens schulden staan? Laat ons even gaan kijken naar ons eigen DCF-model. Ik ga even over naar mijn Excel-model om u een beetje warm te maken en om u tenminste te overtuigen nog even te blijven zitten. Ik krijg de vraag van meneer De Pauw binnen. Die vraagt waar die website is voor die balansen. Voor Amerikaanse bedrijven is dat Free Edgar. F-R-E-E-E-D-G-A-R. Tik maar eens in Free Edgar. U kan ze ook downloaden gewoon op de balanscentrale van de Nationale Bank van België, voor Belgische bedrijven. Waarschijnlijk gewoon op het bedrijf in kwestie, Google voor de website, de jaarrapporten van Google. Sioen staat verplicht op de websites onder Investor Relations. Dus hoe het best zoekt, is het bedrijf intikken in Google plus de balanscentrale, het woord jaarverslag. En dan komt u er wel. Voor Amerikaanse bedrijven Free Edgar, een hele mooie site, heel veel gegevens en allemaal gratis. En dat hebben we graag. Kijk, wat ik eens ga doen, als de eerste keer ooit, dus moest dit mislopen, dan mijn excuses. Dit is mijn model, zoals andere analisten dat ook hebben. En we gaan hopen dat het gaat. Dat is het model dat ik gebruikte op Unit 4, dat is een softwarebedrijf. Ik geef nogmaals mee, zoals ik vorige keer ook al gedaan heb, dat u rekening moet houden dat alles wat we vandaag zien, dat voornamelijk gaat voor bedrijven met een goed... Met een goed traditioneel industrieel schema. Het gaat dus niet op voor bijvoorbeeld vastgoedbedrijven of biotechbedrijven, komen we straks nog op terug. Kijk, wat ik eigenlijk gedaan heb voor dat softwarebedrijf van Unit 4, u kan dat misschien niet lezen, ik ga dat groter zetten, is... Ik weet niet, ik ga u nog even vragen om te geven, is die duidelijk genoeg voor iedereen? Kan iedereen dat iets of wat lezen? Anders zet ik het groter. Laat u maar weten, ik heb mijn oog op het schermpje. Kijk, wat ik doe, is een klein beetje wat u ook kan doen. Oké, dank u. Wat ik hier doe, en ik zal even laten zien hoe dat er een volledig model uitziet. Dit is het volledige model van Unit 4. Dat gaat over een jaar of 20 terug, heel ver. Opgesplitst in kwartaal, halfjaarbasis. U ziet het, ik loop het helemaal af. Kwartaalbasis. Vol van schattingen, assumpties gebaseerd op...
Zoals u hier kan zien, kwartaalassumpties op elke mogelijke niveaus. Dus als u wil weten hoe zo'n analistenmodel eruit ziet, dit is zo'n analistenmodel. Dat is vlotjes 240 lijnen lang, op kwartaalniveau, geconsolideerd in halfjaarniveau, totjaarniveau. Volledig dingen op jaarniveau teruggebracht en dan, en dit is het mooie eraan, hier in een soort wat wij noemen een dashboard. Maakt u geen zorgen. Ik verwacht niet dat u dat morgen kan maken van eender welke bedrijven. Maar ik ga het koppelen met wat we daarnet gezegd hadden. Wat ik hier doe, is dit berekenen. De vrije cashflows. Maakt u geen zorgen, het kan mooi. Dit is waar het allemaal om draait. Deze gegevens gaan over de gerapporteerde cijfers. Met andere woorden, voorbij zoveel jaar. In ieder geval 2, maar dat maakt niet uit. Wat we eigenlijk gaan doen, en ik hoop dat ik u niet kwijtraak, is we beginnen vandaag en we tellen daarbij de toekomstige cashflows op en we zien wat het bedrijf waard is. En dat kunnen we doen redelijk makkelijk. De laatste slide ga ik zelfs nog makkelijker maken met cijfers die u misschien kan downloaden, uit de analistenrapporten halen of wie weet zelf berekenen. Waar begint u? Kijk, bijvoorbeeld, ik ben begonnen bij omzet, maar dat is omdat ik een heel uitgebreid model heb. Wat ik er straks zeg, u kan ook beginnen bij EBIT. Dat staat ook in de persberichten. En u telt erbij de afschrijvingen. Waarom? EBIT is een cijfer. Afschrijvingen is wat we noemen een non-cash kost. Die twee opgeteld geeft u een cijfer. U ziet dat heel simpel hier. Ik ga het misschien nog wat groter zetten. Nu, die non-cash kost, ik denk net aan een leuk voorbeeld. Nierstar heeft op een bepaald moment zijn mijnen afgeschreven. En ook Talvivara. De markt was daar even door gespookt. Dat was 100 miljoen en meer. Ik vond, oké, goed, eindelijk. Dat is niet onbelangrijk naar covenanten toe en dat heeft een impact op je balans, want dat wil zeggen dat je het afschrijft van je eigen vermogen en zo. Maar puur naar winst, maakt dat niet uit. Dat maakt niet uit. Je krijgt wel 100 miljoen afschrijving, sorry, 100 miljoen kosten in je winst- en verliesrekening, dus je winst gaat echt naar nergens, diep rood. Maar eigenlijk maakt het niet uit. Omdat die mijnen blijven de cashflows realiseren die ze daarvoor ook realiseerden. Ik denk aan Omega Pharma, nu tegenwoordig weer heel hot. Perrigo neemt een massa verliezen in zijn boeken, in de winstrekening. Dus met andere woorden, zit onder de schattingen, moet dat opbiechten, dat kleurt rood. Maakt dat uit? Nee. Omega Pharma brengt de cashflows op die het moet opbrengen, of zou moeten opbrengen, of gedacht wordt dat het ging opbrengen. Maar het zijn cashflows. En dit is die brug. Dit is die brug. Hier. En nogmaals, een beetje simpel gezegd, maar dit is die brug. Dus de gerapporteerde cijfers, tel daarbij de afschrijving op. Afschrijving of goodwill amortisaties. Voor de specialisten onder ons. Goodwill is bijvoorbeeld de premie die u betaalt. Als ik uw bakkerij overneem, ik wil 100 miljoen euro betalen. Uw bakkerij is misschien maar 10 euro waard, maar met 90 miljoen geef ik u cadeau. Ik wil die premie betalen. Maar ik moet die elk jaar wel toetsen aan de realiteit. En dat is wat Omega Pharma had als een amortization. Eigenlijk een afwaardering. Terwijl een depreciation is een afschrijving. Dat is met andere woorden het productieapparaat dat goedkoop wordt. Maar ik wijd af en laat mij to the basics blijven. Ondertussen zie ik dat ik de vraag krijg om die Excel te krijgen als voorbeeld. Stuur ons zeker een mail, ik zal zien wat ik kan doen. Waarschijnlijk wel, maar stuur ons zeker een mail om de Excel-files te bekomen. Geen garantie, ik moet zien of dat we dat zomaar mogen vrijgeven. Kijk, waar zijn we begonnen? EBITDA. Dat is een cijfer dat u allemaal weet. Ja? Wat tel ik bij EBITDA? Dat is die CAPEX waarover ik sprak, de kapitaalsinvesteringen. Dat is heel simpel. U kan dat mailen. Hè. Mail naar de investor relations van een bedrijf. Wat zijn de verwachte CAPEX, de kapitaalsinvesteringen dit jaar? En is het een normaal niveau, bijvoorbeeld 2% van omzet? Ik ga even met u mee eens kijken hoe wij dat ingeschat hebben. Mijn geheugen is niet meer zo scherp. De kapitaalsinvesteringen voor Unit 4 heb ik ingeschat. Ik denk dat wij daar standaard een percentage van omzet in gebruiken. Kijk, dat is de full op de... Sorry daarvoor, dit lijkt te gebricoleerd, maar ja, zo gaat dat nu eenmaal. Kijk, kapitaalsexposure, kijk, ik zit dan ongeveer op 2% groei ten opzichte van dat cijfer. Ja. Ik hou dat hier op 10-13% van sales. Voor dit bedrijf heb ik het simpelweg op 10-13% van de sales gezet en ik krijg op 36%. Dat is het belangrijkste cijfer. Ik hou er ook de taxen van af. Wat ik hier doe, en nu ben ik er bijna, mijn vrije cashflow is EBITDA min kapitaalsinvesteringen, dat is deze, die 36 miljoen. En ik heb hier ook wat taksen meegenomen. U ziet bijvoorbeeld dat werkkapitaal, dat moet u ook meenemen, maar dat blijft redelijk vergelijkbaar in de tijd. Werkkapitaalinvesteringen in voorraden. U kan dat op nul houden. Hè? Ik zou dat ook op nul houden als u echt simpelweg wilt rekenen. Dus wat doet u? U pakt EBITDA. U telt ervan de kapitaalsinvesteringen en u telt daar bijvoorbeeld uw taxen aan. Dan krijgt u vrije cashflows. Nu wordt het leuk.
U schat dat simpelweg in. Wat zijn de vrije cashflows dit jaar? 51 miljoen euro. Volgend jaar, het jaar erop, dat kan u gewoon doortrekken. Dat is een lineair cijfer dat u kan doortrekken. U kan bijvoorbeeld zeggen, mijn vrije cashflows is van het jaar 50 miljoen. Ik heb gebeld met de investor relations of geluisterd naar de analist. Of ik pak de cijfers gewoon uit de analistenrapporten die u op Bolero kan terugvinden. En ik zit hier. Dat zijn cijfers. Cashflows. Nu wordt het belangrijk. Ik ga even terug naar mijn presentatie. Mijn presentatie is hier. En dat moet ik hier doen. Dit is wat ik gezegd had, net inkom of EBITDA, want dit samen is EBITDA. Werkkapitaal, CAPEX, zoals ik heb laten zien, is free cashflow. Heel simpel. Dit is iets dat u misschien moet onthouden als u wat aan het spelen zit. U gaat sowieso fouten maken, maar analisten maken dat ook. Simpelweg omdat wij het niet weten, wij maken inschattingen. Free Edgar, ja, inderdaad, meneer Haak, dat is juist Free Edgar. Vrij cashflows. Tweede dat u moet doen. Eerst vrij cashflows berekenen. Nogmaals, dat is niet zo heel moeilijk. Het zijn inschattingen. U moet inschatten wat uw werkkapitaal is. U moet inschatten wat uw kapitaalsinvesteringen zijn. En dan komt u van EBITDA naar vrij cashflows. Houd dat cijfer vast. Stel, u krijgt binnen een jaar van uw buur, dat een zeer vriendelijk man is, 1 miljoen euro cadeau. Wat is die 1 miljoen euro vandaag waard? Misschien 900.000 euro. Stel, u krijgt binnen 10 jaar 1 miljoen euro van uw buur. Wat is die 1 miljoen euro vandaag waard? Misschien 400.000 euro. Waarom is dat zo? Omdat u rekening moet houden met een soort opportuniteitskost, met een kapitaalskost. Met andere woorden, die miljoen van binnen een jaar, die moet nog verdiend worden, daar zit de onzekerheid op. Dit is de theoretische benadering. Maak u geen zorgen, u moet dit niet doen. U kan dit veel simpeler doen. Maar ik ga het meenemen. Wij berekenen de weighted average cost of capital, met andere woorden de kapitaalskost. Met andere woorden, elk bedrijf heeft een kapitaalskost. Als ik vraag soms aan klanten van wat denkt u dat uw eigen vermogen kost? U koopt een aandeel de Koning. Kost dat geld aan het bedrijf? Ja, dat kost geld aan het bedrijf. Ongeveer 8%. Waarom? Omdat het bedrijf moet rekening houden met, ja, we nemen de risicovrije rente, de 10-jaarsrente, tel er nog wat premies bij. U als belegger, u wilt een vergoeding. Een risicopremie bestaat er altijd op aandelen, simpelweg omdat het aandeel failliet kan gaan. U loopt risico. U loopt dat tegenwoordig ook soms met een spaarrekening, maar dat is een heel andere discussie. U loopt risico en wil dat vergoeden. U wil dat vergoed zien, de 10-jaarsrente plus premies. En die berekent u zo. Wat moeilijk. Dit is belangrijk. Dit is een beetje de kost van uw eigen vermogen. Want het valt uit in twee niveaus. Je hebt eigen vermogen en je hebt vreemd vermogen. Hebben we vorige keer gezegd. Eigen vermogen is uw aandelenkapitaal. Als een bedrijf naar de beurs komt, verkoopt aandelen, is eigen vermogen. Vreemd vermogen is kapitaalskost, leningen van de bank. Dit is hoe wij dat berekenen. Bereken de WACC. Laat het simpel houden. Reken op 8 à 10%. Als het bedrijf redelijk risicovol is naar uw inschatting, reken 10% of meer. Is het redelijk normaal, reken dan op 8%. Ik krijg ondertussen een vraag binnen. Kijk. Dit is hoe wij dat berekenen. Ik ga u direct door mijn Excel geven. U neemt de kost van schulden, dat is een cijfer dat u ingeeft. U neemt de kost van uw eigen vermogen, dat wordt zo berekend. U rekent hier wat verschuiling mee, WACC. Ik neem u terug mee naar mijn Excel-file. Unit 4. Kijk. Wat ik hier heb gedaan, en dat lijkt allemaal hocus-pocus, maar u kan dat dus zeer makkelijk doen. De 10-jaarsrente in België, is die vandaag 1,5% of moet die eigenlijk 4% zijn? Toen was het nog 4,5%. U kunt erover discussiëren. Als we vandaag voor alle industriële bedrijven op de beurs de huidige 10-jaarsrente pakken, dan moet de beurs 50% hoger staan. Geweldig toch? Rekenen met cijfers, altijd plezant. Reken hier op 3 à 4% vandaag. Met andere woorden, dat is een normaal niveau voor een 10-jaarsrente vandaag en ook voor de komende jaren. Simpel. Tik dat in een modelletje in. Wat is uw kost van uw eigen vermogen? Dat is eigenlijk feitelijk uw 10-jaarsrente. Wij namen hier 4%. En we nemen daar risicopremies en bijtas bij. Allemaal moeilijk. Maar dit kan zeer simpel. Een bijta, dat is eigenlijk de vergoeding, eigenlijk de mate waarin een aandeel risicovol is. De bijta van de markt is 1. In andere woorden, de markt is niet risicovol, de markt is de markt. Stel, u neemt een aandeel zoals Tygenix. Dat is natuurlijk meer risicovol, u voelt dat aan uw water. Dan moet je eigenlijk 1,5 pakken. Maar bijvoorbeeld een Elia, dat zou toch minder risicovol moeten zijn? Dat is 0,5. Het voorspellen van een bijta, of het berekenen van een bijta, theoretisch gezien gebeurt op het 52-weeks gemiddelde.
52 cijfers, waarin de standaardvariantie wordt berekend tussen de beurs, de markt, en uw aandeel in termen van koersprestatie. En nu ben ik u gegarandeerd kwijt. U moet eigenlijk op 1 rekenen. Zet daar 1 in. Zo simpel is dat. Ga ervan uit dat dit een inschatting is dat u toch niet kan maken. Wat is het verschil tussen 1,2 en 0,8? Ik weet dat niet. Uw risicopremie wel. U ziet dat hier staan. Hier ziet u dat staan. Dat is een gewoon cijfer. Een premie die u vraagt. Zet die liever op 7 of op 6. Dat is wat u vraagt van een bedrijf als vergoeding. Voor een biotechbedrijf doet u best een hoge vergoeding. Voor bijvoorbeeld een AB InBev kan u gerust rekenen met een risicovergoeding van misschien 3. Waarom niet? Dus u heeft nu alle variabelen, alle ingrediënten om de cake te bakken. U neemt kost van debt. U kan dat ook uit het jaarverslag halen. Daar staat dat in, de gemiddelde kost van uw debt. Meestal neemt u 4, voor zeker te zijn, 4,5. Vandaag mag dat 3,5 zijn, omdat de rentes zo laag staan. En omdat een bedrijf soms in staat is om zijn lange termijn rente vast te klikken. Als het gaat over, en dan krijg je de vraag van meneer Verlinde, de mutatie van werkkapitaal, rekening aan met terugbetaling van schulden. Ja, wij houden daar geen rekening mee in termen van WACC, in termen van kost of kapitaal. Maar in mijn werkkapitaal hou ik wel rekening met activa rotatie, met inderdaad een klein beetje de terugbetaling van korte termijn schulden. Dat zit niet zozeer in mijn werkkapitaal, dat gaat eerder in mijn financieringsmix zitten. Maar het een is soms wel niet onbelangrijk van het ander. In een financieel model hou ik altijd rekening met het feit dat cashflows in het bedrijf blijven, dat die niet terugbetaald worden. Dat is simpel, dat is om het simpel te houden, dat is ook om het beheersbaar te houden, omdat je anders een lus met je interestkosten gaat krijgen in je financieringsmix. Ik neem het terug naar WACC. Waarom is het belangrijk? Neem cost of debt 4, 4,5, 3,5. Dan neem je cost of equity, maak het dus simpel. 8% voor een veilig bedrijf, 10% voor een minder veilig bedrijf en 12% voor een bedrijf waarvan je zegt, dit is toch wel spannend. En dan kun je simpelweg je WACC berekenen. Hoe doen we dat? We nemen de kost van ons debt, we nemen de kost van ons equity. Ik heb hier 25% schuld en 75% eigen vermogen en is 8,5. Kijk goed, hè? Dit wordt leuk. Stelt, ik ben als bedrijf en ik neem heel veel schuld op, simpelweg omdat het goedkoop is en ik keer het uit als dividend. Wat kan er dan gebeuren? Mijn mix kan veranderen. Kijk goed naar dit cijfer, 8,6. Van 75 naar 25. Prachtig, toch? Mijn kost van mijn kapitaal daalt van 8 naar 5. En weet je wat dat doet? Met mijn fair value per share. Dat gaat van 33 naar 47. Voilà. Tovenaarskunsten met financiële modellen. Pas dus wel op met dit soort dingen. Vaak houden we je dat stabiel. Ik zou kunnen zeggen, mijn 10-jaarsrente, de rente van mijn bedrijf, is 4%. Ik heb 1% beta, mijn risicopercent is 7. Mijn risicovrije rente is 4, of maak er 3 van. Oh, we er 4 van maken. Kijk, stel, ik neem het bedrijf Unit 4 en ik neem heel simpel. 4% is de kost van mijn schulden. Ik neem als risicopremie 8%. Dus wat ik doe is 4% maal 1 keer die 8, dus die 12%. En ik reken de helft schuld en de helft equity, wat eigenlijk een normale verhouding is voor een normaal bedrijf. Dan kom ik op een kapitaalskost van 7,5. En dan kom ik op een koersdoel van 37. De gevoeligheid van die cijfers die ik nu terug aan het veranderen ben, voor uw koersdoel is extreem, extreem belangrijk. Als u een koersdoel ziet, hou er rekening mee dat dat koersdoel altijd gebaseerd is op WACC. En dat als u een creatieve analist hebt, dat dit soms wel heel erg kan spelen. Dat cijfer zie je bijna nooit in analistenrapporten, tenzij in de kleine details, maar hou er rekening mee. We gaan terug naar ons model, want de bedoeling is dat u hier zelf mee aan de slag kan. U bouwt vrij cashflows. Dat wil zeggen, u heeft uw EBITDA gepakt, u telt daar kapitaalsinvestering bij, taxen en u krijgt een cijfer. Dat cijfer, heel simpel, wat u doet is, u neemt de WACC hier, kijk, WACC. 1 gedeeld door 1 plus de WACC is in dit geval 92%. Waarom? Einde dit jaar, dat was toen nog wel een eindweg, die 100% wordt 92. Dat is wat ik bedoelde met als uw buurman u volgend jaar 1 miljoen euro geeft, wat is uw 1 miljoen euro vandaag waard? In dit geval 92.000 euro. Waarom? Omdat u rekent aan die 8%, die WACC, die kost voor uw kapitaal, en u moet nog 9 maanden wachten op uw miljoen. Voor volgend jaar moet u geen 9 maanden wachten, maar 21 maanden. Enzovoort enzovoort. Dus die 1 miljoen binnen 10 jaar is hier misschien maar 43.000 euro waard. Sorry, 430.000 euro waard. Dat is uw tijdsfactor. Heel simpel. Hier begint het mee. Cashflows. En dan zien we wat die vandaag waard zijn.
Ik ben eens aan het kijken, ik krijg een vraag binnen. Die taksen waren daar positief omdat je daar, maar dat is niet de gritty details, omdat je daar een terugstorting had, een correctie had. Ik moet iets nagaan. Ik laat het u weten, meneer Evert Frans. Stuur mij de vraag en ik zal het eens nagaan. Het kan zijn dat ik misschien een minuutje in mijn model verkeerd heb gezet, omdat ik dat vaak gebruik moet laten zien. Cashflows. Terugrekenen naar vandaag geeft u present value cashflows. Met andere woorden, wat zijn die waard vandaag? En dan wordt het leuk, hè. Kijk, dan zijn we er, hè. Als u dat doet, u kan uw cashflows inschatten. En u berekent uw WACC op een simpele manier zoals ik dat juist gedaan heb. U telt dit mooi op. Krijgt u een optelsommetje. Ik hoop dat dit nog leesbaar is. Sorry daarvoor. Kijk. De eerste 10 jaar zijn al mijn cashflows 510 miljoen euro waard. De tweede 10 jaar 420 miljoen en alles daarna 190 miljoen euro. Als we die optellen, krijgen we een analytische manier van de ondernemingswaarde. Dit is mijn bedrijf waard. Zo simpel is dat. Niets anders. Een bedrijf is maar zoveel waard als de cashflows die het kan genereren. Ik tel ze hier voor 10 jaar. Ik trek ze 10 jaar verder en dan tot in het oneindige. Ik tel dat op. Ik tel er wat schulden vanaf die nu al op mijn balans staan, die nu al op mijn balans staan. En dan kom ik hier tot €33,94 per aandeel. Nota bene, dat bedrijf is overgenomen aan €35, dus ik zat er niet zo ver van. Ik krijg de vraag ondertussen van meneer Fumière. Wat zou de WACC zijn van een bedrijf zoals Nierstar? Als ze obligatieleningen aangaat dan meer dan 9%. Wel kijk, dan moet u eigenlijk... Voilà, 9% of 10% zetten. Dus dan ziet u hier de WACC. De WACC voor een bedrijf als Nierstar, als ik beta 1 pak, met risico van 8%, dat zou gemakkelijk 10,8% zijn. Gemakkelijk. Ik zou gemakkelijk in uw eigen model 12% houden. Dus u moet niet veel rekenen. U kan veel assumpties doen om te komen tot een fair value hier. Dit is heel belangrijk. Wat is uw kost voor uw kapitaal? U moet niet zo moeilijk doen. Dit is ook heel belangrijk. U bepaalt uw kost, uw cashflows, u bepaalt uw WACC en dan heeft u uw koers door. Zo simpel is dat. We komen terug naar ons model. Heel technisch. Dit is wat ik daar heb gedaan in mijn Excel-model. Dit is het iets makkelijker gemaakt. U heeft ons uw WACC bepaald. 8, 10, 12 vind ik heel handige inschattingen. Ik heb gezegd die beta bepalen. Wat is nu de risicoperceptie van een aandeel? Is Nierstar nu zoveel risicovoller dan de markt? Misschien wel, misschien niet. Soms wel, soms niet. Dit is hoe we dat berekenen. Dat is wat ik bedoel. 52 punts gemiddeld. Dus je krijgt zo'n hele mooie wolk met een lijn erdoor. De beta is, als ik mij niet vergis, de hellingsgraad van die lijn. Uitgedrukt in coëfficiënt enzovoort enzovoort. Maak het u niet moeilijk. Neem 1. Alles is de markt. U kan het toch niet inschatten. U kan veel beter uw eigen risicoperceptie inschatten. Als u vindt dat Tesla geen risico heeft, dan zet u de risicoperceptie daar gerust op. 2%. Waarom niet? En dan koopt u gerust Tesla. Why not? Uw keuze. Een analist maakt inschattingen. Er is geen waarde. Ik ga even terug naar meneer Marx. Die had nog een vraag over de enterprise value. Oké, ik wil dat nog eens inschatten. We nemen de cashflows, de vrij cashflows. Daar beginnen we mee. Ik heb die ingeschat voor elk jaar. U kan dat simpelweg doen, hè. Als de vrije cashflows 50 miljoen per jaar is en u zegt die gaan 2% stijgen in lijn met inflatie, dan doet u gewoon simpelweg de cashflows maal 1,2%. Ik trek dat gewoon door. Dat is een foute manier van analyseren, maar het kan. Als het bedrijf zegt dat ze altijd op die cashflows zitten, dan daar. Wat u doet, is u herrekent die naar vandaag. Met andere woorden, ik heb nog 12 maanden te gaan eer ik die cashflow krijg. Dus ik moet dat 12 maanden terugrekenen. En dat is, sorry, wat u hier doet. Wat ik hier heb gedaan, zijn dagen terugrekenen naar vandaag. En ik tel die gewoon op. Ik tel, met andere woorden, de vrije cashflows op van de komende 10 jaar. U kan dat ook op 5 jaar doen, hè. En dan nog eens 5 jaar, en dan nog eens 5, en nog eens 5 jaar. Meestal, ik hou er wel van om het op 10 jaar te doen, dat is redelijk beheersbaar. Nog eens 10 jaar en dan tot in het oneindige. Maar voor sommige modellen die heel snel veranderen, ik denk bijvoorbeeld aan digitaliseringsmodellen, modellen waar het echt snel gaat, dan kiest hij bijvoorbeeld ervoor om de vrije cashflows op 3 jaar in te schatten. En dan te zeggen, vanaf dan gaan ze altijd met 1% groeien. Ik kan inschatten. Ik tel dit dus op 10 jaar, nog eens op 10 jaar en tot in het oneindige. Maar ik had het ook op 3 jaar kunnen doen, deze 3 optellen, en dan zeggen, vanaf dan tot in het oneindige groeien ze aan 2%. En dan krijg je gewoon andere cijfers. U mag dat vrij kiezen. U mag het zelfs jaar op jaar doen, maar dat wordt een heel moeilijk Excel-model. En dan is mijn enterprise value de sommering van die dingen. Met andere woorden, mijn enterprise value, analytisch gezien, is de som van de toekomstige cashflows teruggerekend naar vandaag. Daar moet je dan een paar
rechts op maakt, bijvoorbeeld netto schuld die al op uw balans staat. Minderheidsbelangen heb ik hier afgeteld, provisies die ik misschien nog wel cashflow-wijs moet doen. En dan kom ik tot een equity value, tot een ander woord, een aandeelwaarde, noem het maar een faire waarde per aandeel. Die waarde is intrinsiek gekoppeld met wat uw inschatting is van uw kost van kapitaal. We gaan terug een beetje, want ik moet mijn tijd wat in doorhouden en ik ga het afronden, ik vind dat heel belangrijk. Ah ja, dit heb ik u laten zien. Hè. Stelt u heeft uw waardering gemaakt, stelt u heeft iets van cashflows gemaakt, u bent bij EBITDA begonnen, u denkt dat u ongeveer kan inschatten wat uw cashflow model is. U heeft daar cijfers staan, 10, 20, 30 miljoen, u rekent dat terug naar vandaag en u denkt dat een bedrijf 80 euro waard is. Proficiat, u bent al bijna analist. U moet dat natuurlijk een beetje gaan backtesten. U moet dan zien, bijvoorbeeld aan die waardering die u krijgt, die 80 euro, vergelijk die wel met uw sectorgenoten. Hè. Vergelijk die ook met de vorige periodes. Kijk, wat ik hier bijvoorbeeld heb gedaan voor Unit 4, komt ook uit mijn Excel-model, is vroeger was het altijd 9 keer, vandaag is het 10 keer en op mijn forecast zit het ongeveer op 9,8. Dus dat ligt in lijnen, er zit logica in. Ik heb dat ook teruggerekend naar koersboekwaarde, zoals we vorige keer gezegd, naar price earnings. En ik heb dus bekeken of dat wel klopt. Mijn groeipercentage tussen 2013 ten opzichte van mijn lange termijn waren 3% voor winst, in de winst. Waren ongeveer 18% op EBITDA-niveau om aan mijn EBITDA-multipost te komen. En op mijn lange termijn, mijn koersdoel, zou dat 46 zijn. Met andere woorden, dit is wat het bedrijf doet. En om aan mijn koersdoel te geraken, zou er winst moeten gerealiseerd worden van 46% op EBITDA, 32% op REBITDA, 32% van mijn boek, dat zit impliciet versleuteld in mijn assumes. Maar dat gaat misschien ver om maar te zeggen, cashflow is 1, ja, inschatten is 2, ook heel belangrijk, maar het moet nog realistisch zijn. Dus je kan kijken, als u een koersdoel heeft, is dat nog realistisch? Ga kijken aan dat koersdoel wat uw koersboekwaarde is, wat uw EBITDA is, koerswinst enzovoort. En dan hier, maar dat is puur, dat is zwaar analytisch. Als ik een rapport lees, en dan meen ik echt, ik ga nooit een rapport vertrouwen waarin die cijfers niet kloppen. Maar echt nooit. En ik zie er wel wat waarin ik echt mijn vragen bij stel. Als u uw eigen vermogen investeert, heeft u een rendement op eigen vermogen. Met de investering gaat u ook een rendement op geïnvesteerd kapitaal bedragen. Kijk, uit mijn model vloeien die cijfers. Wat is mijn rendement op geïnvesteerd kapitaal? Gemiddeld genomen 14,5%. Belegt u maar eens aan 14,5%. En dan ga ik mijn WACC kiezen. Wat kost mijn kapitaal nu eigenlijk? Stelt in het voorbeeld van meneer Fumière 12 of 14% van, maak er 12% van. Wel, Niestaan moet toch al zeker 18% rendement hebben op zijn investeringen om een correcte vergoeding op te leveren. Zijn 18% rendement op geïnvesteerd kapitaal, 12% kost van kapitaal is 6% winst. Unit 4, hier had een beetje een zwart jaar, want dan had het negatieve cijfer. Met andere woorden, het rendement op mijn investeringen was lager dan de kostprijs van mijn geld. En dat moet natuurlijk top zijn. 14, maar ik heb het niet langer als 5,6. En omwille van heel die shift in software naar cloud, ging dat naar 10-15% waardecreatie. Als je ooit hoort praten over waardecreatie, dit is waardecreatie. Geïnvesteerd kapitaal haalt een rendement. Dat rendement moet u vergelijken met de kost van uw kapitaal en dat is uw waardecreatie. En als u dat zelf kan uitfilteren, dan mag u uw cv doorsturen naar KBC Securities. Ik ben bijna aan mijn laatste slide. Ik wil u, voordat ik de laatste slide laat zien, want dat is waar het echt interessant wordt in het sluitstuk, zou ik u graag nog even hier op meenemen. Dat is simpelweg de... Oh, pardon, ik moet mij terug een beetje groot zetten. Voilà, daar zijn we terug. Wat heb ik vandaag proberen te doen? Het is een geavanceerde manier. Is bouwen op wat we vorige keer gezegd hebben. Vorige keer, kijk naar multiples, schat hier wat in, probeer het te interpreteren. Wat is boekwaarde? Wat is koersboekwaarde? Wat is price earnings? Price earnings to growth. Het is maar zo... Belangrijk, als u veel groeit en u maakt een Excel-modelletje, dan gaat u waarschijnlijk veel cashflows genereren en dus ook waarschijnlijk veel vrije cashflows. Wat ik vandaag heb willen doen is, 1, zie dat er liquiditeit genoeg is. U mag nog zo'n mooie EBITDA hebben en nog zo'n mooie cashflows, maar als u morgen een gigantisch bedrag moet terugbetalen, dan kan het wel eens zijn dat de bank zegt niet, uw leverancier niet, en dan staat u daar met uw mooi gebouw en uw mooi plannetje. Er is een reden waarom bedrijven altijd, sorry, beleggers altijd nerveus reageren op bedrijven waar het financieel niet zo goed zit. Hou de balans in de gaten. Als u dat doet, begin bij EBITDA. Weet dat EBITDA een goede manier is als u niet uw volledig Excel-model wilt bouwen of een gesimplifieerde vorm daarvan. Dan kan u dat ook op een andere manier doen. Gebruik EBITDA om sectorgenoten te vergelijken. Vergelijk ook EBITDA-marge. Kijk naar EBITDA-groei. En dan kan u redelijk snel inschatten wie het beter is, wie beter doet dan een ander.
ik kijk naar cashflows voor de waardering van één bedrijf. Als ik bijvoorbeeld weet of denk dat Sioen een goed bedrijf is, dan ga ik mijn cashflows opzoeken. Ik maak ze na, ik test ze aan de markt. Hoe zeker zijn die cashflows? Is dat wel zo? Is dat wel 50 miljoen? Die cashflows die bouwen op. Na een tijd heb ik 40% van mijn marktkapitalisatie in cash steken. Simpel omdat die cashflows opbouwen. En dat is wat wij bedoelen met optionaliteiten. Dat is technisch gezien geen goed Nederlands woord, maar cashflows potten op de balans. In eigen vermogen, in overdragen, winst, wat dan ook. Dat staat op de balans. Dat doet geen zeer, dat brengt misschien niet veel op, maar dat doet geen zeer. Kan gebruikt worden voor overnames, investeringen, uitkeringen, wat dan ook. Cashflow is king, cash is king. Altijd. En daarom kijk ik zo naar cashflows. Een bedrijf is altijd risicovol, maar als er cashflows tegenover staan, wordt dat risico al veel, veel, veel minder. Sioen is zo'n mooi voorbeeld. Je hebt nog bedrijven die heel mooie voorbeelden zijn van cashflows en daar eindig ik direct mee. Wat u kan doen is niet naar EBITDA kijken, maar zelf kijken. Een bedrijf zegt mij bijvoorbeeld dat Van de Velde een mooi aandeel is. Laat ons eens kijken naar Van de Velde. Welk dag je uit om het te doen? Download het jaarverslag. Laat u niet afleiden door de foto's. Pak de cijfer uit het jaarverslag. Kijk een beetje wat de kapitaalsinvesteringen zijn. Doe dat zeker ook voor Resilux. Kijk een keer wat de EBITDA is. U bent direct aan een soort vrije cashflow. Verdisconteren we dan een WACC die u voor beide bedrijven misschien rond de 8,5, maximaal maar rond de 8% kan nemen, want dat zijn oké bedrijven. En dan zult u ongeveer wel uitkomen bij een enterprise value die misschien boven de beurskoers ligt of misschien niet. Onze analisten zeggen alleszins van wel. Maar dat is misschien wat omslachtig. U gebruikt misschien liever EBITDA's. Maar wat u ook kan gebruiken is dit hier. En ik heb het voor u nog eens geüpdate daar straks. Is de vrije cashflows. U neemt heel simpelweg een analistenrapport op Bolero en u kijkt naar vrije cashflows. Wat die zijn, dat zullen we nooit weten. Dat is altijd een inschatting. Maar het punt is, u pakt operationele cashflows met uw kapitaalsinvestering. U pakt gewoon vrije cashflows. U checkt dat met investor relations. U heeft een bepaald bedrag. 100 miljoen, bijvoorbeeld. 100 miljoen in totaal. Er staan 100 aandelen uit. Dat is 1 miljoen per aandeel. Dat is misschien wel veel, maar toch 1 miljoen cashflow per aandeel. Dat deelt u door de aandelenkoers. Dus u neemt vrije cashflow gedeeld door de aandelenkoers. Of de 100 miljoen totaal gedeeld door de marktkapitalisatie. Of 100 miljoen gedeeld door het aantal aandelen. Dus 1 miljoen gedeeld door de aandelenkoers. Dat is wat we noemen cashflow yields. En cashflow yields vind ik een geweldig mooie multiple. Een geweldig fijne ratio. Kijk eens wat u hier ziet. Deze bedrijven hebben de hoogste free cashflow yields in 2016. Laten we er nu eens in detail over gaan. Gebaseerd op wat we huidig verwachten bij Euronav, dat we zeggen we schatten tankertarieven in, u hoort me al komen, dat is op zijn minst onzeker, maar toch, dan zit eigenlijk 30%, 20% voor 16, 17, 18 in de koers. Wat wil dat zeggen voor u? U koopt vandaag een aandeel Euronav aan, ik zeg maar 10 euro, en u krijgt er al 3 euro voor terug in vrije cashflows dit jaar. Volgend jaar nog eens 2 en dan nog eens 2. U verdient dus eigenlijk feitelijk op 3 jaar ongeveer, en u kan het zelf uitrekenen, 70% van uw investering terug in cashflows. Zo simpel is dat. Dat is wat een cashflow yield u zegt. In welke mate komt mijn investering in een aandeel terug in termen van cashflows, vrije cashflows. Wat het bedrijf daarmee doet, weet ik niet. Misschien doen ze wel een overname, misschien keren ze het uit, misschien potten ze het op. Dat is niet zo belangrijk. Wat is? Er is cash, er is value in het bedrijf. Cash is king. Dit gezegd zijnde, ik weet niet wat de cashflows in 2018 gaan zijn voor Euronav. Dat cijfer, dat moet u zelf weten, dat is op zijn minst onzeker. Wie staat hier wel in? Bijvoorbeeld Immobel, kijk, die heeft heel veel cashflows gehad dit jaar. Maar die hebben natuurlijk een paar gebouwen verkocht. Dat is een real estate model. Dat is eigenlijk zelfs een ontwikkelaarsmodel. Dat is niet relevant. En niet volgend jaar gaat dat min 7 zijn, omdat ze waarschijnlijk nieuwe projecten moeten bouwen. U weet dit al, dit is niet relevant voor dit soort bedrijven. Ook niet voor biotech. Maar bijvoorbeeld wel, kijk eens hier, een Agfa. Agfa heeft cashflow yields die eerlijk gezegd, waar ik toch wel een klein beetje van verschiet, ik moet dringend eens gaan kijken naar Agfa. Maar ook daar weer, we zijn daar positief op. U ziet hier een nul staan, maar dat komt omdat we die schattingen niet hebben. Dat is geen nul, dat is gewoon geen schatting uit de databank kunnen trekken. Een paar leuke. Fagron, veel over te doen geweest, maar wel cashflows. Kijk eens aan, 12, 7 en 15 procent. Alles boven 10% is zeer uitzonderlijk hoor, dat geef ik u heel graag mee. Riel Dolman, dat is één van die aandelen die mij zeer interesseert, levert vrije cashflows op die bijzonder substantieel zijn. Boven de 10% moet u naar kijken. Ik heb vorige keer gezegd, alles met een koersboekwaarde beneden de 1, zeker naar kijken. Cashflows boven de 5%, maar zeker boven de 10%, zeker naar kijken.
Smartfoto ook nog altijd zeer mooi. Dieteren vandaag, koersdoel upgrade gaat door KBC Securities. Dus ook dat zie je. Zelfs Atenor. En hier ook weer is Sioen, toch een van onze stokpaardjes, die misschien wel onderaan deze lijst hangt. Maar dit zijn de 15 beste, hoogste cashflow yield voor 2016 van KBC Securities. Dus dat zegt al iets. Boven de 5%, trek je wenkbrauw op. Boven de 10%, begin al maar te kwijlen. Als dat dan nog een aandeel is dat beneden zijn boekwaarde staat, niet te veel nadenken. Dan heeft u waarschijnlijk uw werk goed gedaan. En bijvoorbeeld Rildomen, dacht ik, is zo een van die bedrijven. Maar u ziet het, Fagron, Telegraaf, Fugro. Ik ben aan het zien, Resolux staat hier blijkbaar niet tussen, maar het zal daar niet ver van zijn. Wat ik heb geprobeerd te zeggen is hoe wij als analisten werken, welke vragen wij stellen. CapEx is belangrijk, heel belangrijk. En we werken naar cashflows. Cashflows, winst. Om het heel cru te zeggen, I couldn't care less. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar I couldn't care less. Zie je dat uw bedrijf liquide is, bereken uw cashflows, reken uit wat u werkt. En dat stelt u in staat om bij elk persbericht te zeggen, beïnvloedt dit mijn cashflow-schattingen? Als er een overname is, bijvoorbeeld als Sioen een overname doet van 20 miljoen euro, beïnvloedt dit mijn cashflows? Ja, en alleen maar positief. Want dat geld ging mij sowieso niets opbrengen, maar die investering hopelijk wel. Dus dat is altijd positief. Per definitie is een bedrijf met veel cash op zijn balans dat een overname doet in het cash altijd positief voor uw waardering. Per definitie. Tenzij ze te veel betalen natuurlijk, maar dat is dan weer een heel moeilijkere kwestie. Maar ik wil hem maar meegeven, dat is interessant. En ik hoor u denken, en dan wat met Solvay, die Cytec overneemt, wel, dat vond ik een zeer mooie overname, maar ze betaalden gewoon te veel. Met andere woorden, ze hebben eigenlijk feitelijk een bedrijf gekocht dat negatieve cashflow yields had. Misschien dat we het zo kunnen vergelijken op korte termijn, maar op lange termijn des te meer. Met andere woorden, ze investeren in groei. En dat is net wat u ook moet doen. Dat is ook wat wij proberen te doen. Dus ik ben er een beetje door. Ik krijg nog een vraag binnen of er plannen zijn om die gegevens in Bolero weer te geven. Fundamentele gegevens. Ja, ik heb het deze week nog een paar keer gezegd. Ik zie dat u bereid bent tegen betaling dat te doen. Ik vind dat we dat zeker moeten bekijken. Of dat we dat niet in een website kunnen incorporeren. Dat zal zeker niet voor morgen zijn. Dat is een planning die erachter is. Maar ik vind dat wij dat iets beter kunnen doen. En eerlijkheid is daar misschien wel geboden. Ik ben erdoor. Ik kan mijn team terug vervoegen. Ik hoop dat dit interessant was samen met de vorige webinars. Graag, heel graag, vul de enquête in. We hebben hier wel wat werk in gestoken. Dit is niet makkelijk om weer te geven, maar we hopen het toch te doen voor u. Mits genoeg en voldoende respons willen we dat gerust nog eens opnieuw doen. Of een staart aanbreien, zo u wil. Heel graag, als u wil de presentatie, kan u via info@bolero.be of sales@bolero.be opvragen. Stuur mij een mail als u mij een e-mail uitbreekt. Ik ga kijken of we de Excel-files kunnen doorsturen. Wat u moet doen, is de enquête invullen, op zoek gaan naar opportuniteiten en genieten van wat alweer een mooie dag zou kunnen zijn op de beurs. Dank u daarvoor. Bolero.be. Beleg online met inzicht.